De Final Fantasy Remake stream, eindelijk. We hebben er lang op moeten wachten voordat we dit mochten streamen, maar het mag nu eindelijk. Maar om even gelijk met de deur in huis te vallen, om spoilers te voorkomen. Ik weet zeker dat er een heleboel mensen zijn die nu voor het eerst Final Fantasy 7 gaan spelen. Los van alle mensen die de Classic natuurlijk hebben gespeeld en kennen. Ga ik gewoon het begin streamen. Dus er kan niks gespoild worden. Het zou een stukje van de demo zijn. Met misschien nog iets anders erbij. Maar vooral dat. En ik denk dat dat gewoon ook het leukste en meest spectaculaire moment is. Om ook gelijk even te laten zien. Weet je ook gelijk wat er speelt. En hoe de wereld eruit ziet. Wie de characters zijn. En gaan we hem gewoon op die manier spelen. Ik hoop dat jullie daar een beetje zin in hebben. Ik begrijp dat genoeg mensen thuis ook die game inmiddels al in hun handen hebben, want volgens mij heeft Bol.com en Game Mania besloten, uiteraard in samenspraak met Square, de game eerder te releasen. En nu hoor ik dat er zelfs een mogelijkheid bestaat dat de digital release ook vervroegd gaat worden. Ik denk ook wel dat dat nodig is. Als je weet dat andere mensen al lang en breed bezig zijn met deze game, dan kan je mensen toch niet verplichten om te wachten op de digital versie. En dan het risico lopen om spoilers tegen het lijf te lopen. Want dat wil je natuurlijk ook niet. Dus dat. Even kijken. Ik heb mijn koffertje hier lekker alvast klaarstaan, jongens. Het wordt vandaag bizar warm buiten wel weer. Ik las iets van 22 graden. Dus dat belooft ook aardig wat goeds. Ik moet er wel bij zeggen, deze stream zal kort zijn. Hij zal ongeveer een uurtje duren. Officieel mag het niet langer, dus dan houden we ons daar ook maar netjes aan. Het is wat het is. Maar ik denk dat we een mooi uur tegemoet gaan in deze game. Wat ik zeg, ik denk dat deze remake, zonder op de zaken vooruit te lopen, een leuke is voor nieuwkomers. En people in the know die Final Fantasy 7 al hebben gespeeld. En ik hou mijn back uiteraard tijdens de filmpjes. Neem aan dat jullie ook geluid horen van de game. Tetsuya Nomura. Ieder zijn ding, Skate. Ieder zijn ding. Even real, cheered. Real. Alleen Skate en ik streamen echt. Oh, en Kevin natuurlijk. Ja, we beginnen net. We doen gewoon een begin om spoilers te voorkomen voor nieuwkomers. Op Joshua. Ja, hier begint dat originele filmpje eigenlijk. Het originele filmpje begint hier pas. Ja, ja, zeker Skate. Dat was destijds echt baanbrekende CGI. Met hele artistieke camerastandpunten. Het was denk ik de eerste game die dat op die manier zo professioneel aanpakte, Skate.
Mag ik niet zeggen, Koningsdroom. Genoeg. Laten we daarop houden. Genoeg. Kippenvel, man. Gewoon weer. Gewoon weer kippenvel. Dit is mijn jeugd, jongens. Dit is mijn jeugd. Dat is de allereerste Final Fantasy die ik ooit heb gespeeld. Uiteraard netwerkkabel. Waar zijn die twee rode guards die daar normaal stonden? Die zijn in één keer weg. Neppe remake. Ik heb hem op Japan staan, jongens. Die Engelse dub trek ik niet. Nee, dit is de full game. Je ziet dus dat hij ook op een paar fronten afwijkt van de demo. Ik speel dit real-time. Normal. Doe ik om spoilers te voorkomen, Montana. Ik kan niet iedereen blij maken. Als ik verder ga in het verhaal waar ik ben, dan vinden mensen dat ook niet cool. Dus, maar wat ik zeg, hij is op een paar vlakken iets anders dan de demo. Er is zeker een demo van. Die kan je gaan spelen, man. Die kan je gewoon downloaden. Kijk, ligt hier nog shit. Ik ben wel iemand die over het algemeen de hele wereld even doorloopt om te kijken of ik nog dingen mis. Staat de audio goed? Ik heb 15 niet gespeeld, Renard Farmer, maar ik hoor dat het meer lijkt op 15. Dat weten we toch allemaal al lang. Ik gebruik mijn speciale moves nog hier nog niet, want het is niet echt nodig. Maar straks zeker bij boss battles, dan moet je je volledige trucendoos openmaken hoor. Ik heb de game ook SKO nog geen tijd voor gehad, man. Is goed, Skate. Check je later, jongen. Mensen altijd wel aanraden om de lockfunctie te gebruiken hoor. Die camera is een beetje all over the place af en toe. Houdt er iemand de tijd bij wanneer het een uur is? We willen niet in de problemen komen uiteraard. Een ding met deze Final Fantasy is natuurlijk dat die episodic is. Dit is dus niet het volledige verhaal van de game. Dit is alleen het Midgar gedeelte.
Dus, beware of that. Ik vind niet dat ze dat duidelijk communiceren in de naam. Het is niet Final Fantasy Remake, Final Fantasy 7 Remake Part 1 of zo. Dus dat vind ik een beetje. Ik kan het goed begrijpen, Pannenkoek. Ik vind hem bij mij wel erbij passen. Maar ik ben dan ook een Kingdom Hearts speler. En daar heeft het wel wat van weg in bepaalde opzichten. Maar als echt turn-based shit is, dan kan ik me voorstellen dat, dat je hier dat een beetje teleurgesteld bent. Ik ga het even niet op te laden, op te letten. Nee, maar je krijgt wel meer dan genoeg speeluren terug, Daniel Bos. Dus het is niet dat je een game krijgt van met 3-4 uurtjes of zo. Waarom zou je het jezelf aandoen, Nexje? Trust me, het is goed genoeg, man. Veel meer farmen. Echt veel meer. In deze game echt veel meer al. Wat ik zeg, het is niet exact dezelfde game, maar er zitten nieuwe stukjes in, er zitten verlengde stukjes in. Dus ook al is het slechts maar een deel van de game, het is qua speeluren absoluut gewoon een full game. Oh, dit shot, jongen. Ja hoor, Ryan, bijna elke Final Fantasy is gewoon een game op zich. Met een geheel eigen wereld en geheel nieuwe characters en dergelijke. Dus je hoeft absoluut geen ander deel gespeeld te hebben wanneer je deze speelt bijvoorbeeld. Dat is anders. Nou, ook niet eens echt zo. Je kan ook gewoon 10-2 spelen zonder 10 gespeeld te hebben. Dus dat. Staggered! Maar die muziek, jongens, mijn god. Nou, top Nintendo. Dat vind ik een oprecht argument hoor. Dat mag je zeker aanhalen dat het niet de full game is. Je zou daardoor kunnen zeggen dat er ook veel meer filler in zit dan in het origineel op Nintendo. Dus dat is een mening. En ook de smaak valt niet te twisten natuurlijk. Ik heb persoonlijk het hele verhaal gewoon gehad. Zonder de extra dingetjes. Biggs en Wedge natuurlijk ook, Jefta. Ik vind dat mensen daar absoluut wel over mogen zeuren op Nintendo. Geen slecht woord over dit, over de beste soort NL-Nash. Ja, dat is het ding. Het feit dat Nintendo bleef houden aan... Aan cartridges heeft ervoor gezorgd dat Final Fantasy uiteindelijk de overstap heeft gemaakt van Nintendo naar PlayStation. Square was het zat om een shit uit een game te knippen en shit eruit te laten omdat het gewoon niet mogelijk was op het platform. Kijk, het is vandaag de dag iets minder. Maar Square was vroeger echt een baanbrekende developer die op alle vlakken altijd de limits pushte. En dat kon niet meer op het Nintendo platform. Niet met, met de ambities en de ideeën die zij hadden. Dus daarom zijn ze mee gestopt.
当然の結果だ。Helaas, ik vind Nintendo en Final Fantasy wel echt een hele zieke combinatie. Een zieke was nog dat Sony had in PlayStation Magazine echt de meest zieke centerfold voor Final Fantasy 7. Can someone get the makers of cartridge-based video games blindfold in a cigarette? Ja, dat is het ding. De druk lag er ook groot op de schouders van de ontwikkelaar. Want weet je, Final Fantasy kwam natuurlijk naar PlayStation. En Sony pakte uit met een marketingcampagne van 100 miljoen euro. En dat zorgde voor behoorlijk wat druk op de schouders van Square. Maar die hebben absoluut delivered. Ik vind het niet ver gezocht op Nintendo. Maar ik ben altijd van mening geweest. En even los van hoe vet Final Fantasy 7 is op Nintendo. Ik ben altijd van mening geweest dat... Met Final Fantasy 7, Square weet donders goed hoe populair die is. En het is ook een beetje de meest uitgehoereerde franchise van Final Fantasy bij Square. En ook deze remake, dat die episodic uitkomt, heeft meer met cash te maken, naar mijn mening. Dan dat ze de serie oprecht eer aan willen doen en alles zo gedetailleerd mogelijk willen vertellen. Gezien ook van wat ik heb gespeeld. Maar dat zegt niks over of het goed of slecht is. Laat me dat ook even heel duidelijk zeggen. Makoro は初めてじゃねえんだろ。俺をマコウダマリのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。信羅に未練たらありじゃねえか。中堅スタッフかよ。拒否したって意味ねえぞ。Dat had niet in één game gekund, Joris, denk je? Voor mijn gevoel is het Square die gewoon je de game zo vaak mogelijk probeert te verkopen. Maar nogmaals, dat zegt niet dat dit een slecht product is of iets dergelijks, hè. Laat me dat ook even heel duidelijk zeggen. Ah, jongens, het is niet omdat het productieschema anders te groot werd dat ze dat niet op deze manier hebben gedaan. Nou, moet je een weep zijn, Tom. Pascode no jōhou wa Bunpa no dōshi ga te ni ireta no. Ah, Bunpa wa kochi ka. Katsudō hōshin de momi. Je bent overdonderd? Goed om te horen. Maar daarom, los van wat mijn mening over deze manier van uitbrengen is. Zegt dus niks over de kwaliteit van de game. Hè? Dus dat zijn wel echt twee dingen die je even los van elkaar moet zien. En deze week komt de review online. Donderdag nemen we hem op. Skate en ik. En dan zal ik ook uiteraard in detail treden over wat ik vind over bepaalde keuzes die gemaakt zijn. Ja, dit zat volgens mij niet in de remake demo. Deze stream geeft, als je helemaal tot het einde kijkt, ook Valorant codes weg. Ja, absoluut. Tifa Lockhart. Maar even zonder geheim, character designs en dergelijke zijn echt zo fucking on point. Echt niet normaal. Deze nezumi-domo is Avalanche-o-nanotte-iru-you-desu.
Same here, Top Nintendo. Same here, man. Got a mad crush on her. てめえがミスクってる時眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔光をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔光の正体を知ってるか。魔光はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことはこのまま吸い続けたらどうなるよ。 Maar dat is het ding. Dat is ook de reden waarom ik het Japans heb gekozen, Connectus. Wanneer je de Amerikaanse stemmen hoort en je kijkt ook de animaties erbij, dat klopt niet. Er zit niet de juiste energie in of zo, weet je wel. De Japanse. Noemen ze dat dan? Weet je, het zorgt er gewoon voor dat het geluid matcht bij het beeld. Het is heel erg anime. Het is echt heel erg anime. En wanneer je daar die Amerikaanse stemmen bij betrekt, ik vind dat een mismatch. Het zal niet voor iedereen zijn, zeker niet amateuristisch. Ik vind het echt gruwelijk, man. Ik vind het echt gruwelijk. Ja, dat is wel een ding, Nexje. Maar ze zijn enthousiasme en de energielevels die omhoog gaan, die passen wel bij de animaties van de kerk en dat vind ik dus niet bij de Amerikaanse versie. Barrett Wallace. Eén ding wat ik echt kut vind in deze game, en dat is zeiken, om het zeiken, maar dat ga ik zeker doen, is je sprint met R2 in de game. Je springt met R2 in de game, maar je rent ook battles in en wanneer je in de battle zit is R2 in één keer dit menu. Dan ga je slow-mo. Dus de hele tijd ga ik per ongeluk in slow-mo en dat is echt verschrikkelijk. Kijk, en nu is R2 sprinten, zie je dat? Ja, ik doe R2, vind ik net iets fijner, maar oh ja. Die waymote heb je ook zeker nodig. Dus bij bepaalde bosses, absoluut. Oh ja, ik weet zeker dat ik kan remap. Ik vind alleen geen slimme keuze. Dat is gewoon het ding. En je kan met linker pookje indrukken, kan je ook zien. Maar je bent er vanzelf wel aan hoor. Maar op een gegeven moment. Komt het af en toe nog wel een keertje voor. Niet zo heel vaak, maar. Final Fantasy 15? Oh, oké. Okay. Ja, die heb ik dus nog niet gespeeld. Oh, ik dacht dat die uitging. Nou, kom eens op, man. Jesus. Kraudo. Baklaha pointen,
あれは通称スイーパー。ヘマしたらお掃除されちゃうかも。その前にスクラップにしてやるさ。ただの鉄くずだろ。攻撃力防御力はまだ形が定めてかかると。魔法の方が効くはずだ。隙を狙って決めていく。 Thunder. Kut. Ik heb niet zo ver kunnen komen. Kan deze moves, deze abilities, kan je ook mappen op een shortcut menu. Als ik L1 nu indruk bijvoorbeeld, kijk, zie je een shortcut menu. En dan kan je ook snelle moves gebruiken. Maar nu doen we het even op deze manier. Ja, hij gaat wel staggered raken. Maar dat maakt niet zo uit. Hij bijna wel. Hup, daar gaat hij. Yo Redox, alles goed jongen. Redox is ook al keihard bezig met Final Fantasy 7, zag ik. Wat ik me dus afvraag op dit moment, dit is een timed exclusive van Sony, maar als het goed is krijgen we hem op PC, Xbox, Nintendo met een jaartje of twee erbij. Denk niet op Nintendo. Is het dan met de rest van de game? Zijn alle parts timed exclusive of krijg je multiplatform in één keer de hele rambam? Ik heb geen idee man. Daar zijn ze nog niet heel duidelijk over geweest. Ik verwacht niet dat hij op Nintendo gaat komen. Xbox verwacht ik wel. Xbox is de laatste tijd heel veel Final Fantasy games naar hun platform aan het trekken. Alleen maar mooi natuurlijk. Hopelijk komt ook Final Fantasy 14 naar de Xbox. Dat wanneer ik straks een Xbox Series X heb, en die wil ik zeker gaan halen, dat ik daar ook Final Fantasy 14 op kan spelen. Dat zou echt heel mooi zijn. Ik speel op een pro trouwens, Nexje. Ja, volgens mij wel, Tom Nintendo. Volgens mij wel. Ik kon me herinneren dat je drie verschillende levels had namelijk van materia. Deze game is grafisch vrij intens. Dit is de volledige game, BroScience. Maar we spelen hem vanaf het begin, zodat want heel veel mensen gaan deze game voor het eerst spelen. Niet belangrijke dingen gespeeld wordt. Snap je? Ja, rustig aan, Jesse. Niet spoiler alsjeblieft, niet spoiler. Dat is de reden waarom we vanaf hier spelen. Echt heel veel mensen gaan deze game pas voor het eerst spelen. Geef hen ook, die ervaring. We kennen allemaal ook wat er gebeurt met bepaalde characters in deze game. Echte tranentrekkers. En het zou je misschien bijna onmogelijk lijken dat mensen daar niet van weten, maar trust me, heel veel mensen weten daar niet van. Dat mag wel connecten, maar ik heb specifiek hiervoor gekozen. Zie, dat bedoel ik. Kijk, Redox, een stock Final Fantasy fan, die weet dat dus bijvoorbeeld niet. Dus ruin die experience bijvoorbeeld niet voor mensen zoals Redox. Ik denk dat ik deze game gewoon nog een keertje ga spelen. En dan de classic, het origineel. Nou, hij is wel heel erg goed geoptimaliseerd op Nintendo. Oh zo, ja, dat is waar. Nee, dus ze zijn heel erg streng met DC en met takedowns. Is het DMCA of DCMA? Ik weet het niet meer.
Yo, what's up, Star Wars? Even voor de kenners hier in het publiek. Op hoeveel minuten staat deze bom in het origineel? Even kijken of jullie die kennis in huis hebben. Fout. Fout, Nexje. Origineel heb ik het over, hè? Redox, origineel. Het antwoord is te zien in de YouTube-video, maar het is inderdaad 10, jongens. Hier is het 20 of 30, maar daar is het 10. Wist ik ook niet hoor, maar ik heb hem pas onlangs weer gespeeld. Kijk, 20 minutes. Cocky little bastard. Maar ja, als je alles gaat verdubbelen natuurlijk, ja, dan kom je ook wel op meer speeltijd. Ik moet even snel mijn ATB meter vullen, want even Barret een ding geven. Kijk, Thunder. Hebben we nou niet geraakt met Thunder? Even kijken, even een item voor Cloud. Blijf aanvallen, ook al wordt je aanval geblokt. Om je ATB-meter te vullen, die zie je hier onder mijn cam. Er zit er maar eentje, maar dat maakt even niet uit. Trouwens, wat ik gewoon even doen. Sleep gewoon die webcam even naar boven, zodat je gewoon alles kan zien. Dat is misschien slimmer, hè? Het ziet er wel beter uit dan, hè? Dan kan je gewoon volgen wat er precies gebeurt. Meen je dat nou? Probeer het nog. Dat is veel te vroeg eigenlijk. Dat was niet te doen. En nu moet hij zeker ook nog een potion hebben, want anders had hij niet lang meer vol. Even zijn metertje vullen. Toch per ongeluk R2 inhouden. Zie dat is wat ik bedoelde. Het is wel belangrijk om jezelf niet goed te healen, want het was dus al. Hoe ik een Phoenix down kwijt.
Nerd, waarom ga je erbij staan? Ah! Nou, wacht, mist. Jesus! Jesus, waarom ben ik zo slecht bezig? Ik zat uit die cirkel, man, gek. Hoe durf je? Ik kon wachten om wachten op staggered, maar met die R1. Godver, dit was niet de bedoeling! Oké, okay, okay, okay. Items, Ether, I'm Barrett. Ik zie, dit was niet de bedoeling. Dit lag iets kutter dan dat ik had. Oi!
klaar met die R1, man. Wat doet hij? Laat je auto boven vullen. Echt de hele verlaat, man. Boom! Bitch! Daar ga je. Punisher mode. Escape. Dat is het ding, jongens. Ik heb deze game digitaal, maar ik wil hem echt nog fysiek hebben, man. Moet. Ik heb bijna alle Final Fantasy's ook fysiek. Deze hoort daar gewoon bij. Stopte de demo hier? Of ging die nog wel verder? Ik heb hem 2 keer gespeeld, maar ik ben het vergeten. Final Fantasy 9 remake. Hoe tof ik dat ook zou vinden. Ik ging maar liever een nieuwe Final Fantasy maken. Ik heb 9 gespeeld. 9 is perfect zoals dat die is. Dat is het ding. Ik ben niet zo van de remake... bandwagon. 9 is perfect zoals die is. 7 bijna ook, hoor. Ging verder. Ja, nu alweer vergeten, man. Ja, dude, ik heb zoveel uren in deze game gestopt nu al de afgelopen tijd. Gaat lekker de master, hoe is het met jou? Dank je. Waar stopte de remake dan? De demo? Maar wat zou je veranderen aan 9 dan, Mace Windu? Ik ben een fan van... ik ben een fan van turn-based battles, hè. Dus... ik prefereer dat eigenlijk over dit. Ja, er is helemaal niks mis met Niska. Wordt gebeld volgens mij. Dat is belangrijk. Dat is mijn broertje. Waarom? Yo, dikke! Ja, ik ben thuis, maar ik ben aan het streamen voor GameKings. Dus ik heb je even als ik klaar ben, oké? Okay? Nee, dat kan niet inderdaad. Yo, later.
Ik zou wel een remaster willen zien. Zoals ze dat bij Final Fantasy 8 hebben gedaan. Een remaster van 9. Alleen dan wel met de pre-rendered backgrounds opnieuw gerenderd. Het probleem was dat ze alle source material kwijt zijn bij Square. Bij heel veel games zijn ze alle source material kwijt. En daardoor was ook bij Final Fantasy 8 Remastered, konden die achtergronden niet opnieuw gerenderd worden, want alle source material was gone. Ik weet niet of dat nou een keertje een brand was geweest of wat dan ook, maar ze zijn echt bij heel veel games alles kwijt. Ja, maar niet echt, Faber, niet echt. Het is niet zoals het origineel is. Mensen voelen zich wat dat betreft ook een beetje bedrogen. De classic mode is dus niet classic zoals je zou verwachten. Ja, precies. Maar dat zie je ook in het eindproduct dan, weet je wel. Ja, heel veel mensen hadden meerdere Michi. Alleen maar tof. Square Games blijven vaak toch wel bijzonder. Ja. Nu wel. Nu nog een keer. Hoppakee. Maak hem maar af, Klaus. Boom. Mag ik nu wel of niet streamen? Wij zijn gewhitelist, wij mogen het streamen. Maar normaal gesproken mag je pas streamen vanaf de release. Ik stream elke dinsdag, donderdag en in het weekend. Vaak sowieso zondagavond om 8 uur, maar op zaterdag of maandag. Ik 55 minuten live. Ja, maar we zijn niet 55 minuten aan het spelen. Dus dan mogen we nog even door, Larissa. Maar dankjewel voor die headset. Zijn er mensen die dit voor het eerst zien? De Final Fantasy 7 Remake? Althans voor het eerst echt de game gespeeld zien worden? Nog steeds niet? Nu wel. Be gone! Dat
Dit kan lastig zijn nog, toch? Lockdown! Stay down. Andere. Hoe kan je die nou targeten die er helemaal daarachter staat? Bear the Wallax, zou dat het zijn? Wat een mazzel, hè. Precies op tijd. 3, 2, 1, mijn god. Ik denk dat ik vind turn-based, vind ik het vetste nog steeds wat er is. Die speel ik in turn-based. Maar ik snap dat het niet meer voor deze tijd is. Ik denk dat heel veel mensen turn-based niet meer kunnen trekken. En dus snap ik de keuze voor dit battle systeem. Ik denk dat dit battle systeem wat meer voor de mainstream is. En dat is niet per se iets slechts of zo. Mainstream zou denk ik geen turn-based meer. Is oké. Tot hier was de demo. Okay, dan doen we nog een klein stukje in de stad. Sector 8. En dan... Ja, ik heb hem op Japans gezet. Ik trek die Engelse stemmen echt heel erg slecht. Dus best een heftig. Ja, je kan zeker nog wat turn-based bezig zijn. En ik denk dat ze dat element goed aan de game hebben toegevoegd. Ja. Probeer niks te spoileren, Bitrove, want er zijn heel veel mensen hier in de chat die deze game voor het eerst gaan spelen. Vooral Sector 8 ziet er echt adembenemend uit, jongens. Echt belachelijk. Echt belachelijk mooi. Nee, dat is nog niet met RTX. 全員いるな。怪我はねえ見てだな。
Op PC. En misschien straks als hij naar PlayStation 5 komt en Xbox Series X. Maar niet op de huidige console, Nisco. Uurtje lijpen gamer. Een uurtje. Daar zitten we bijna aan, dus we gaan nog een klein stukje door. あっちこっち漏電してるっすよ。気をつけて。 Nu neemt de game iets gas terug. De eerste uur is echt een fucking rollercoaster. Ja, eigenlijk de eerste twee uur ook wel. It's cool, Star Wars, later man. Hoe lang moet je nog wachten dan, Jechter? Moet jij tot 10 april wachten? Of, Nee, de Engelse voices zijn echt trash, naar mijn mening. Blikjes, daarom heb ik hem op Japans gezet. Maar de Engelse voices zijn niet slechter dan elke andere Final Fantasy game, hoor. Dus als je er normaal er niet aan stoorde, ga je er nu ook niet aan storen. Zeg maar, ik vind de Japanse stemmen vind ik gewoon meer bij de performance passen. Zeker omdat het zo'n hevige anime-stijl heeft. Oké, ja, ik snap het. Ja. Het is wel even balen, echt, als je zo lang hebt moeten wachten op de remake. Om dan nog even een maandje te wachten terwijl iedereen bezig is. Lijkt me verschrikkelijk. Ja, zie, we gaan nog wel redden, even sector. Ik ben het met je eens, Renar, maar ik kan me voorstellen dat dat ook niet voor iedereen is. Ik zie dat bedoel ik. Hoe heet het? Lijpe gamer. Ik vind Final Fantasy X in het Engels juist geniaal. Vooral die lach van Tidus, toch? Of niet? Ik vind design van Biggs ook echt vet gedaan, man. Nou, dat was het ding. Vroeger in Final Fantasy games, en daar zijn ze echt onlangs pas mee gestopt. Vroeger was de lip-sync altijd voor de Japanse audio. En probeerden Amerikaanse voice actors hun zinnen in die timeframe van de lip-sync van de Japanners te doen. Waardoor je of hele rare zinnen kreeg, of heel uitgestrekt, of juist heel kort. En het paste nooit. Maar nu doen ze tegenwoordig lip-sync opnieuw animeren. Ik doe het lip-sync opnieuw animeren, alleen... Charlie Sheen, dankjewel! Godverdomme! Ik zit al vanaf het begin dat ik deze game aan het spelen ben, heb ik de hele tijd... Op wie fucking lijkt Biggs nou? Op wie lijkt hij nou? Hij lijkt op iemand die ik ken! Het is fucking Charlie Sheen, hè? En het is ook nog eens Charlie Sheen van Hot Shots. Daar draagt hij ook zo'n bandana. Hè?
Oh, fucking hell. Rich Chica, die scratched even die itch bij mij die ik echt al meer dan een week heb. God damn it. Zijn materia is ook Tiger Blood, toch? Of Platoon Charlie Sheen, ja, ja. Kijk even hoe mooi dit eruit ziet, man. Sorry, Koningstorm. Mijn excuses, man. Ik heb in deze Game Kings omgeving heb ik nog geen... Weet je nou? Ik heb nog geen compressor op mijn mic. Check even hoe vet dit eruit ziet, man. Sector 8. Mijn mond viel open toen ik dit voor het eerst speelde. Mijn mond viel open. I was a soldier. Heeft Cloud altijd al groene ogen gehad? Ga ik niks over zeggen. Ik zeg er niks over, jongens. Dat zijn spoilers. Doe het niet. Laat mensen er zelf achter komen. Doe het niet, Renaar Farmer. Doe het niet. Kijk hoe mooi dit. Even zonder gein, hè. Dit is geen FMV-achtergrond of zo. Dit is gewoon real-time. Real-time gerenderd. Weet je nog dat we vroeger die game speelden van Final Fantasy 7? En hoopten dat de game er ooit zo mooi zou uitzien. Als de CGI-filmpjes en de pre-render backgrounds. Het ziet er beter uit dan de pre-render backgrounds, jongens. Het ziet er inmiddels beter uit dan de CGI-filmpjes die toen gemaakt werden. Kijk dan even. Jesus Christ. Wat ziet dit er vet uit. En die stad leeft ook, hè. Iedereen is hier gewoon shit aan het doen. Heel veel gesprekken ook en dergelijke. Echt fucking gruwelijk. Dit is een van de dingen die ze echt fantastisch hebben gedaan, man. Ja, ik heb je al gezien. Ik weet toch waar je naartoe moet, man. Hier sta ik naast je. We hebben nog 5 minuten. En dan moeten we stoppen. Snuif deze 5 minuten nog even lekker op. Kijk dan hoe vet het eruit ziet, jongens. Daar ligt die chick van The Walking Dead. Shout out aan iedereen die weet wie ik bedoel. Omdat ik een vergunning daarvoor heb bij Chaos Emperor. Ik loop ook een beetje achter Nisco. Ik denk dat dit een mooi moment is om te eindigen. Niet? Kom nog een klein stukje, die doen we en dan zet ik hem uit. Had iemand de Pro Jared review al gezien van Final Fantasy 7 Remake? Masaka. Blikjes vroeger was Final Fantasy juist een Nintendo ding, man. IGN heeft een review al klaar.
Hij geeft een 8? Een 8? Zij geven echt de meest mediocre shit 9. Een 9,5. Als er maar een campagne is verkocht met reclames en shit. Ze hebben dat een 8 gegeven? Hoe bestaat dat nog, man? Hoe bestaat dat nog? Echt insane. Dat prikt iedereen toch doorheen, zou je zeggen? My god. Arienai. Anta wa shinda. Ho. Shinda. Ore ga kono te de. Mochiron oboete iru tomo. Wareware no taisetsu na omoide da kara na. Sate kura. Vind je het terecht? Ik neem een oogschouw hun andere reviews, hè, Skate. Wat ik zeg, 8 is een mooi cijfer, maar ik neem een oogschouw hun andere reviews. Dan is een 8 echt belachelijk. Je kan niet een andere games die ze reviewen buiten beschouwing laten, Skate. この艶やかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声。ねえ、まあ、je weet toch wat voor belachelijke cijfers ze af en toe geven. 感触さえ消えてしまう。Valt geen pijl op de trekker, man. Dat is ook een van de redenen waarom ik geen cijfers geef. Het valt ook letterlijk niet te meten. 我々をつなぐ絆の喪失は、私自身の死よりも耐え難い。なあ、クラウド。力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド。走るんだ。逃げて。Precies dat, Sean. Precies dat soort dingen inderdaad, Sean. ふざけんな！いいぞ。それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔鋼に近づきすぎたな。さあ、行くぞ。Dit was hem, jongens. Ja, nee, hoe heet het? We zitten precies op een uur, Skate. Ik heb de 5 minuten countdown heb ik eraf getrokken. Ik heb de 5 minuten op het beginscherm dat ik aan het praten was over de game heb ik eraf getrokken. En dan zitten we nu precies op een uur. Dus jongens, ik ga ophouden. Ik moet stoppen, helaas. Maar ik ga niet stoppen. Ik ga nog verder door voor de review. Ik wil hem uiteraard even uitspelen voordat... voordat het zover is. Donderdag neem ik de review op met Skate. Skate is nu ook... Die is nu ook balsdiep in deze game aan het duiken. De demo althans dan, hè, natuurlijk. En dan geven we jullie zo'n eerlijk mogelijk view over deze game. En wat we daarvan vinden. Jongens, bedankt. Bedankt voor het kijken. En we checken jullie later deze week uiteraard weer. We hebben nog voldoende streams die eraan zitten te komen op GameKings. We hebben Most Tavern op donderdag. We hebben vrijdag hebben we een hele speciale stream. En daarna nog een bar weinig als ik het mag geloven. Dus het gaat ontzettend gezellig worden. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Het was rete gezellig voor de mensen die al aan de slag mogen met Final Fantasy 7. Lucky fucking bastards. En heel veel plezier. Jongens, een hele fijne middag nog. Stay safe.